Goedemiddag Rens, ik heb een vraagje eigenlijk aan je. Ik wil gaan starten met een hybride leeromgeving. En dan specifiek met betrekking tot beoordelen, want ik heb gehoord dat jij daar expert in bent. Hoe of waar moet ik rekening mee houden? Hoe moet ik gaan starten? Kun je me daar wat meer over vertellen? Ga ik zeker proberen. Of ik expert ben, dat weten we op het einde. Een hybride leeromgeving gaat het om de samenwerking met werkveldpartners, student en opleiding. En dat kan op verschillende manieren. En we hebben het plaatje al klaargezet, dat is eigenlijk hierboven afgebeeld. Als de onderwijspraktijk nog vrij centraal staat, staat het aan de linkerkant. Dan kan je bijvoorbeeld afstemmen. In het onderwijs wil je afstemmen met het werkveld. Ja. Maar het onderwijs staat nog meer centraal. Het kan ook helemaal naar het andere uiterste gaan. De beroepspraktijk staat eigenlijk centraal. Ja. Bijvoorbeeld een stageopdracht of je bent echt in de beroepspraktijk. En je stemt wel nog af en toe met je opleiding af, bijvoorbeeld op een terugkomdag, zoals dat vroeger heette. Dat zijn twee relatief traditionele vormen van hybride leeromgeving. Mm-hmm. Als je verder naar het midden gaat, worden ze steeds meer hybride. Ja, okay. Het zou kunnen zijn dat je een onderdeel van het werk laat incorporeren in de opleiding. Dus bijvoorbeeld praktische vaardigheden die je normaal op het werk leert. In een mbo-context zou dat lastig kunnen zijn. In een hbo-context het toepassen van bepaalde ontwerpsystematieken. Die leer je vroeger misschien in de praktijk en die gaan nou in een lab-context. En een authentieke casus komen die naar school toe. Ja, ja, oké, helder. Andersom kan het ook dat je in de opleiding normaal een opleidingsdoel hebt wat naar de werkplek gaat. In een labomgeving, in de echte authentieke context, daar leren omgaan met de laboratoriaapparatuur. Of met patiënten om leren gaan als je in een ander onderwijscontext zit. Helder, ja. En wat is dan hybridisering in het midden? Ja, daar is het optimum, het meest hybride. En dan zijn ze wel het onderwijs, de werkplek en de studenten doen alles samen. Dat stellen die cirkeltjes dan ook voor, alles overlapt. Mm-hmm. Dus het onderwijs en de werkplek en de studenten denken samen na over wat wordt er bijvoorbeeld beoordeeld. Als we dan een stapje maken naar beoordelen. Dus het is een continuum, alles is een vorm van hybriditeit. In het midden is het meest hybride. Ja. Het meest nieuw of innovatief onderwijs. In principe is alles goed. Op dat beoordelen kunnen we die as ook elke keer meenemen. En ik heb hier drie aspecten gezet. Wie, wat en hoe. Eerst denk je vaak na bij beoordelen als je een hybride leeromgeving hebt. Ja, wie gaat er eigenlijk beoordelen? Want ik kan me voorstellen dat het hier veel duidelijker is dan dat het hier is. Ja, nou, je moet er in ieder geval hard over nadenken. Huh? Vroeger, als het om een onderwijscontext ging, was het duidelijk, gaat de docent beoordelen. Ja. Als dat je juist aan die beroepspraktijkkant zit, dan heb je een functioneringsgesprek zoals je dat in het werk ook hebt. En dan gaat het om je baas, je manager, de ploegbaas die jou beoordeelt in de werksystematiek. Dus dan is het een hele andere wie. In het midden, bij een echt hybride leeromgeving, beoordelen studenten elkaar, formatief, misschien zelfs wel summatief. Ja. Kan de stagebegeleiders vanuit een opleiding, maar ook stagebegeleiders vanuit een werkplek, zijn eigenlijk niet meer echt stagebegeleiders, maar werken samen. Je werkt samen in een multidisciplinair team, mm-hmm, waar studenten in zitten, opleidingsdocenten, werkveldpartners. En iedereen kan elkaar dan ook beoordelen. En een student wordt vaak beoordeeld, maar je kan ook de leraar teruggeven van, oh, maar je hebt nou zo gefunctioneerd. En ook de werkveldpartner. Dus de eerste vraag is, wie gaat er beoordelen? Mm-hmm. En afhankelijk van wat voor type onderwijs je nou zelf zit, of wil gaan zitten, is de vraag net wat genuanceerder. Is meer de onderwijspartner aan het beoordelen, meer de werkveldpartner, of is de beoordeling eigenlijk van jullie alle drie samen? Nou, bij wat gaan we kijken wat wordt dan eigenlijk beoordeeld? Wat voor type leerdoelen, mm-hmm, worden beoordeeld? Ook daar gebruiken we het continuum weer voor. Hier zijn de onderwijsdoelen staan nog wel centraal. Een onderwijsleerplan opgesteld door de opleiding. Aan de beroepscontext zijn het vaak tacit knowledge. Kennis die in de hoofden aanwezig is van de mensen die al 20 jaar op de werkvloer staan. Maar juist niet in dat opleidingscurriculum. Mm-hmm. Dus dan wordt er ook vaak wat anders beoordeeld als het aan die werkplek ligt. In het midden denk je daar juist weer met student, werkplek en docent samen over na. Wat is er nou eigenlijk het belangrijkste om te leren? Dan heb je een optimale afstemming tussen wat er in het opleidingscurriculum zit, wat belangrijk is op de werkplek, wat zo'n student belangrijk op dat moment vindt. Mm-hmm. En dan wordt het wat dus samen bepaald en ook samen beoordeeld. En wordt dat dan vooraf, ver vooraf bepaald of is dat iets wat op de plek op dat moment ook samen wordt bepaald? Ja, elke hybride leeromgeving is anders. Dat zien we ook echt binnen Fontys. Ja. Soms is het vooraf uitgestippeld. Dan heb je een opleiding waar een beroepsprofiel of een bekwaamheidsprofiel samen met studenten en het werkveld is gemaakt.
En dan ga je in de authentieke context werken aan die bekwaamheden. En dan staan de bekwaamheden vast. Mm-hmm. Een andere hybride leeromgeving, dan heb je gewoon een authentieke opdracht. Je begint te werken. En halverwege het werken ga je eens nadenken, oké, wat zijn we nou eigenlijk aan het leren met z'n allen? Waar ontwikkelt de student zich in, maar ook waar ontwikkelt de werkveldpartner zich in en de opleidingsdocent? En dan wordt dat wat, natuurlijk heb je echt wel een coach die de student daarin begeleidt, maar dan wordt dat gaandeweg het proces wordt dat duidelijk. Dus het kan vooraf, het kan tijdens. Als je echt in curriculumontwerp zit, is het vaak dat je over de leerdoelen natuurlijk wel nadenkt, waar wil je uiteindelijk met je vierjarige of je tweejarige opleiding naartoe. Ja, ja, ja. De hoe hebben we nog helemaal onderaan staan. Traditioneel werken we vaak met kennistoetsen, het voortdurend onderwijs, maar ook in het HBO of het MBO nog wel. Een kennistoets is meer geschikt als het om vaststaande kennisbasis gaat in het onderwijs, dan is een kennistoets eventueel nog geschikt. De hoe, ik zei net al, bijvoorbeeld een beoordelingsgesprek als het over de beroepscontext gaat. Een beoordeling zoals de collega's dat doen op het werk. Bij de meest meer hybride vorm, dan gaat het vaak over toetsen als leren, assessment as learning. Tijdens het proces kijkt iedereen naar elkaar en op den duur evalueer je met elkaar. Nou, wat hebben we nou geleerd? Wat vind je dat de een kan? Wat vind je dat de ander kan? Dan leggen we dat vast in een notitie of in een dossier. Programmatisch toetsen wordt ook vaak gebruikt. Mm-hmm. Dat je datapunten hebt op meerdere momenten verzameld. En op het einde is er geen toets meer. Maar eigenlijk de verzameling van alle gegevens zegt, nou, we beoordelen programmatisch het hele programma, alle activiteiten van de student en de leergroep beoordelen we in één keer. Er zitten allerlei losse datapunten in en we zien, nou, er is voldoende vertrouwen in het functioneren van de student. Dus in het midden vaak portfoliobeoordelingen, beroepsproducten, programmatisch toetsen. Aan de zijkanten zou het hier bijvoorbeeld de kennistoets kunnen zijn. Ook mag je hier natuurlijk gewoon nog met een portfolio toetsen. Maar bij dat hybride is dat ook echt nodig. Want ja, omdat het over stijgende kennis gaat, die je samen allemaal bedenkt wat belangrijk is. Er zijn meerdere mensen betrokken. Nou, dan zie je dat zo'n portfolio toets of programmatisch toetsen vaak wordt gebruikt in een hybride context. Dat biedt ook meer flexibiliteit, zoals ik het een beetje langs, dat meer maatwerk mogelijk. Ja, meer maatwerk mogelijk. Je kan inspelen op wat er daadwerkelijk geleerd wordt. Hè. Die wat waar we het net over hebben, als er een authentiek probleem is in die hybride context, ja, je weet van tevoren ook niet precies hoe zich dat ontwikkelt.